Alsof er geen oorlog is, geen onvrede, maar de oorlog in je hoofd blijft. De onvrede in je hart wordt niet gestild. Dat is wat Jezus doet. Hij komt mensen tegemoet met zijn tekenen van de strijd nog in zijn handen en in zijn zij. En hij zegt, vrede voor jou. Geen oorlog, maar vrede voor jou. De Bijbel zegt, laat daarom de vrede van Christus in ons hart heersen.